Prinses Alexia heeft de laatste dagen vaak de voorkant van roddelblaadjes weten te halen in het binnen- en buitenland. Dit kwam door een paar ongelukkige foto's van de prinses terwijl ze kougom aan het kouwen was of in de ochtend aan een flesje cola zat. De kritiek was enorm, de kritiek kwam uit alle hoeken. De Britse krant Daily Mail schreef bijvoorbeeld: deze beelden tonen de normaal zo kalme koningin Maxima geïrriteerd. De bron van ergernis van de 53-jarige lijkt haar dochter, Prinses Alexia, te zijn, die openlijk kougom koudt terwijl ze geboeid naar de finale van de 100 meter schoolslag kijkt. In Nederland zelf was ook veel kritiek, bijvoorbeeld van Sandra Schuurhof, vanmorgen zag je het ook weer. Toen zaten ze al vroeg bij de volleybal, om 9 uur, en zat ze gewoon met een fles cola al aan haar mond. 9 uur ochtend, ja. Ik mag niks zeggen, want ik ben ook heel gek met cola en sta er soms ook mee op. Ik drink geen koffie en zij waarschijnlijk ook niet. Ik denk wel dat Maxima later heeft gezegd: moet dat nou? Stop die kauwgom weg. Nu zeker, nu het de Daily Mail heeft gehaald. Sandra begrijpt de ophef helemaal. Ik vind sowieso kauwgom kauwen als je in de openbare ruimte bent en je gaat dan bellen zitten blazen nou niet al te charmant. En als je dan ook nog eens de prinses van Nederland bent, het is niet handig. Je zit op zo'n tribune met allemaal hoogwaardigheidsbekleders. Je weet dat er allemaal fotografen zijn. Ja, het is natuurlijk gewoon afwachten en Maxima zie je echt kijken. Als blikken konden doden, had ze een probleem gehad. Het was van: wat ben jij aan het doen, man? Doe eens even normaal. Alexia heeft zelf natuurlijk ook alle foto's gezien die van haar gemaakt zijn tijdens het kauwgom kauwen en cola drinken. Natuurlijk niets mis mee, dat doet de rest van de wereld ook, alleen de rest van de wereld wordt niet 24-7 in de gaten gehouden door paparazzi. Inmiddels houdt Alexia de fotografen goed in de gaten, zit er geen kauwgom meer in haar mond en zit ze met een flesje water op de tribune. En wanneer een fotograaf een foto maakt, dan poseert Alexia voor het gemak even. Inmiddels wordt Alexia zelfs een icoon genoemd, van ons mag ze lekker haar kauwgom in het openbaar blijven kauwen.